Dit filmpje gaat over teamontwikkeling met de Team Vork als structurerende methode van voortgang. Ik ben heel blij dat vandaag de dag er heel veel belangstelling is voor teams. Samenwerking wordt belangrijk. Niet alleen om resultaten te behalen, maar ook om mensen eigenlijk meer het gevoel te geven dat ze een thuis hebben en dat ze zinvol bezig zijn. Teams worden een heel belangrijke hefboom ook voor cultuuromslag en organisatieontwikkeling. Daar doe ik heel graag aan mee. Nu, als we nadenken over teams, dan zitten we heel vaak nog met het oude model van een team dat projectmatig toewerkt naar een bepaald doel toe. Dat vind je terug in bijvoorbeeld projectteams, salesteams of vooral sportteams. Zie je heel mooi dat de mensen samenwerken om een bepaald doel te bereiken. Het is een taakgerichte samenwerking. Nu, in onze organisaties gaat het eigenlijk niet echt over dat doel specifiek. We zijn meer groepen die op een afdeling aan taakverdeling doen en natuurlijk wel een bepaalde gemeenschappelijke identiteit hebben. Maar eigenlijk wordt dat doel niet zo vaak heel scherp in beeld gebracht. Het idee is niet dat we allemaal zo'n teams moeten worden, maar dat we eigenlijk een nieuw soort denken nodig hebben om met groepen aan de slag te gaan. Nu, vandaag de dag blijf ik noemen teams. Ik heb dus nagedacht over wat is eigenlijk een goed model om met teams aan de slag te gaan. Want ik wil eigenlijk afstappen van het idee dat je dan als externe consultant of teamcoach gevraagd wordt om een soort assessment te doen en dan werkvormen of interventies te bedenken om iets op te lossen. Dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo leuk. Ik doe graag aan ontwikkeling van teams, omdat ik teams eigenlijk en de samenwerking heel mooi vind. Een eerste stap dat we dan gaan toevoegen naast de taakgerichte samenwerking is dat wij in een team allemaal individuen zijn en elk individu heeft zijn levensverhaal, heeft zijn ontwikkelingsthema's, heeft zijn talenten enzovoort. En wat ik dan graag doe, is de teams in een kring zetten, zonder tafels, en we zitten gewoon samen rond een bepaald onderwerp dat we dan bespreken, waarover we samen reflecteren en onze verhouding ermee in communicatie brengen. Dus al die individuele ontwikkelingen van de teamleden zijn voor mij een integraal onderdeel van het samenwerken. Dat is heel mooi als je dat kunt doen om het individu te respecteren en maximaal tot zijn recht te laten komen. Niet alleen professioneel, maar ook persoonlijke ontmoeting, authenticiteit te gaan activeren. Deze individuen zijn dan een onderdeel van teamidentiteit. Een teamidentiteit wordt op dit moment in onze organisaties veel te technisch bedacht. Als ik vraag aan een groep, wie zijn jullie, hoe noemen jullie zich, dan zegt men, wij zijn afdeling 4.02. Of wij zijn de groep die met demente bejaarden bezig is. Of wij zijn bezig met de tweede graad secundair onderwijs of zo. Men gaat eigenlijk een definitie geven vanuit het organigram. Eigenlijk wordt er weinig nagedacht hoe een team van mensen ook een eigen identiteit ontwikkelt. En dat is heel mooi. Er wordt ook een verhaal verteld, een levensloop van een team. Je kunt een teambiografie doen bijvoorbeeld. En je kunt je afvragen, wat is een huidig ontwikkelingsthema van het team? We kennen natuurlijk Tuckman met zijn model, maar in feite gaat het veel dieper en rijker en te vergelijken eigenlijk met een individu die aan ontwikkeling doet. Ik heb een tiental methodes om teamidentiteit in beeld te brengen. Naast de teamidentiteit is er dan de situering van de teams in het grotere geheel waar het team toe behoort. Je denkt in eerste instantie aan de organisaties. De teams leveren een bijdrage aan de organisatiedoelen. Dat kan zijn de studenten onderwijs voorzien, de zorg voorzien, een bepaalde commerciële activiteit gaan ondersteunen enzovoort. De teams zijn een bijdrage, situeren zichzelf in dat geheel naast andere teams. Nu, dat kan nog veel groter gaan natuurlijk. We kunnen de wereld erbij betrekken. Er komt heel veel op ons af vanuit de samenleving. Of het kan iets kleiner zijn en alleen gaan over een divisie in een groter geheel enzovoort. Dus afhankelijk van je keuze ga je dus een bepaalde groter geheel gaan betrekken in de samenwerking van het team. We gaan er samen over reflecteren, want van daaruit komt de zingeving. Je ziet hier dus weer de vork ontstaan. En de vork heeft bij mij altijd als bovenste spoor de zelfsturing, in dit geval de teamzelfsturing. En de teamzelfsturing is iets dat vandaag de dag echt een heel belangrijk onderwerp wordt. We willen dat teams meer zelfsturend worden en de leidinggevende trekt zich terug. Maar dat betekent voor teams
En dat er een enorme leerproces nodig is om de vaardigheid eigen te maken om met zichzelf aan de slag te gaan. En het gaat dan niet alleen over de vaardigheid om taakgericht te leren samenwerken, maar het gaat ook over de vaardigheid om ieder individu een plek te geven, de verschillen te bespreken, met elkaar aan de slag te gaan. Dat zijn heel nieuwe vaardigheden. Het gaat ook over de vaardigheid om jezelf tot een beeld te maken, een soort branding en een profilering te doen, jezelf te leren kennen als groep en de verschillen te integreren in dat grotere plaatje. En dan gaat het ook over de vaardigheid van het team om te leren af te stemmen op het grotere geheel waarin dat ze ingebed zijn. Dus je ziet dat de teamvork voor mij weer een opsplitsing is van verschillende sporen van voortgang. En ik zal als teamcoach, of ook als trainer, die verschillende sporen in beeld brengen. Dus de vraag is voor jou, als je met teams aan de slag gaat, bijvoorbeeld als teamcoach, leidinggevende of trainer of consultant, wat is dan eigenlijk je methodisch kader om teamontwikkeling in beeld te brengen? Dit is mijn voorstel, de teamvork. Ik heb daar handboek over geschreven. Je kunt hier alles vinden. Dit is de oude versie, ook nog altijd geldig, want alleen de cover is veranderd. De ontwikkelcirkel is dan de methodiek in 7 stappen. Maar in eerste instantie gaat het over een denkmodel om te leren werken met een gelaagd wereldmodel. En je leert schakelen tussen verschillende sporen van voortgang die eigenlijk allemaal bij elkaar horen, verbonden zijn met elkaar. En dat zijn we allemaal terug aan het leren. Dus de vraag is, wat is jouw methodisch kader als je aan teamontwikkeling doet? Dit is in ieder geval mijn voorstelling, de teamvork.